Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Dit is Radio Standvaste. Goedemiddag, welkom erbij. Ik heb nu contact met advocaat Irene Lalji. Ze is in Nederland. Goedendag, mevrouw Lalji. Goedendag, welkom. Wat doet u in Nederland? Momenteel niks. Ik moest voor wat zaken hier in Nederland zijn en ik zou 17 maart moeten vertrekken. Mm-hmm. Maar toen kwam de sluiting van het luchtruim op 14 maart zo plotseling. En ik ben dus nog steeds hier in Utrecht gestrand. Oké, dus u zou 17 maart terug naar Suriname gaan, hè? Terug naar Suriname, 17 maart. En nu, ja, 17 maart zou ik vertrekken. Oké, de Surinaamse regering is toch bezig met repatriëren van onderdanen? Nou, laat ik dat zo zeggen. We horen dat steeds. En ik volg de berichten ook wel steeds. Het is zo, we hebben ons moeten registreren. Herhaalde malen hebben we ons moeten registreren. Heb ik ook gedaan. En op een gegeven moment kwam de repatriëring op gang. Naar ik uit de media begreep vanuit Brazilië, vanuit Miami, vanuit Curaçao. Maar qua Nederland, dan hoorden wij steeds, of wij horen steeds, dat zodra alles ready is, wij gehaald worden. En dan was de berichtgeving dat wij het streven er was, dat we voor 12 april, dus voor Pasen, weer in Suriname terug zouden zijn. De berichtgeving blijft maar wisselen. We verkeren in ongewisse. We hebben ondertussen ook zo'n appgroep opgezet, waarin we dus onze ervaringen delen. En in de appgroep blijkt steeds dat iedereen ook zijn belangen heeft in Suriname. We hebben allemaal ons leven in Suriname. Ik heb bijvoorbeeld mijn advocatenkantoor. Mijn cliënten zijn er. Ik moet rechtszaken afhandelen. Ik heb schulden te betalen. Ik moet inkomen verwerven. Geldt niet alleen voor mij. Geldt voor al de personen met wie ik dus hier in Nederland gestrand ben. En die informatie van hun heb ik dus via de appgroep waar we in zitten. En iedereen wordt een beetje moedeloos van de hele situatie. Ja, en als u contact opneemt met Surinaamse consulaat hier, wat zeggen ze concreet? Wat is het antwoord? Ze moeten toch wel iets zeggen met een datum? Ja. In den beginnen heb ik gebeld. Er werd niet opgenomen, ik heb mails gestuurd, er werd niet gereageerd. En er verscheen toen een artikel van mij in de krant. Want ik heb steeds aangegeven in mijn e-mails dat ik medicatie nodig heb. En dat ik dus door mijn medicatie heen was. Ik moet er ook wel bij zeggen, nadat dat artikel in Suriname Herald was verschenen, heeft de consul-generaal in persoon contact met me opgenomen. En heeft toen ervoor gezorgd dat ik mijn medicijnen heb gehad. En dat is dus voor een maand. Hij heeft ze persoonlijk voor mij gebracht. Ik ben hem zeer erkentelijk daarvoor. Maar blijkt dat het consulaat in feite ook nog geen duidelijke informatie heeft wanneer wij in feite terug kunnen gaan. Dus het blijft in principe steeds dat je in het ongewisse blijft verkeren, omdat er geen concrete informatie naar voren komt. Je hoort steeds, we moeten alles in gereedheid hebben voor de repatrianten. En dat begrijp ik ook wel, want je haalt een groep mensen van wie je zeker wilt weten dat zij geen risico vormen voor de bevolking. Dat begrijpen we volkomen. Maar het feit dat steeds elke week voorbij gaat en er geen concrete oplossingen komen, maakt dat mensen onzeker worden. En ook het feit dat je steeds wisselende berichten hoort. Dan hoor je de mensen krijgen een GPS-bandje en ze mogen in thuisquarantaine. Dan hoor je
twee dagen ga je in overheidsquarantaine en dan mag je de resterende 12 dagen in thuisquarantaine met bewaking. En dan hoor je weer, je moet betalen voor de bewaking. En dan hoor je weer, nee, je hoeft niet te betalen voor de bewaking. En nu is de laatste berichtgeving, iedereen blijft in overheidsquarantaine. Dus dat besluiteloze en dat steeds wisselende, dat maakt dat de onzekerheid bij ons gevoed wordt. Dat merk ik bij de andere andere personen die ook hier gestrand zijn. Dus het is een uitzichtloze situatie. Ik zeg u eerlijk, ik word er een beetje moedeloos van. Omdat je even niet weet hoe je verder moet. Cliënten vragen me steeds, wanneer bent u terug? En je kan ze geen antwoord geven. Want als ik terug ben, dan ben ik nog 2 weken uit de roulatie. En de tijd verloopt maar steeds. Dus ik hoop echt op een spoedige, concrete oplossing, hoor. U bent al langer dan 2 weken over tijd, hè? Ik bedoel, u zou 17 weggaan. We zitten al bijna de eerste week van april is al om. Dus het is langer dan 2 weken dat u hier zit. Hoe voorziet u zelf in onderhoud in deze tijd? Doet de Surinaamse overheid dat? Nee, ik heb een voordeel dat ik bij mijn zoon ben. Dus qua huisvesting heb ik geen kosten. En waar 1 eet, kunnen 2 ook wel mee eten. Dus op dat gebied heb ik niet zo'n nijpend probleem. En mijn medicatie heeft de consul-generaal in orde gemaakt. Maar het feit blijft dat de belangen in Suriname nu helemaal in het gedrang komen. Maar ik kan me echt wel voorstellen, hoor, uit de appgroep merk ik dat er personen zijn die zich niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Dus het ook wel dat er zo'n formulier is van het consulaat, dat die personen zich zouden kunnen registreren als zij hulp nodig hebben met betrekking tot kosten, voeding, medicatie en huisvesting. De mensen die in een hotel verblijven, heb ik uit het formuliertje begrepen, die kunnen dat aangeven en moeten aantonen dat zij in een hotel verblijven. Dus maar wat het resultaat daarvan is, dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf praten. Dus qua huisvesting, qua voeding, ja, dan zit ik wel goed. Maar het gaat erom dat mijn sociaal-economisch leven in Suriname dus nu lam ligt, omdat ik niet terug kan. Ja, want u bent zelf advocaat in Suriname met eigen praktijk. En u werkt ik heb mijn eigen praktijk, ja. Dus uw werk zit daar helemaal nu gewoon vast? Mijn werk zit vast. Mijn assistent die doet wat zij kan doen. Maar het beroep van advocaat is namelijk zo dat jij in persoon aanwezig moet zijn voor het aannemen van zaken. Zou ik dus persoonlijk aanwezig moeten zijn. En als ik geen zaken aanneem, kan ik niet verdienen. Ik zit straks met schadeclaims van cliënten mogelijk straks. Die vinden dat ik hun belangen niet behartig heb. Het is allemaal heel stroef, heel moeilijk en uitzichtloos. Ik begrijp dat het een situatie is waar iedereen in is komen vallen. Maar het lijkt mij dat schade toch beperkt moet kunnen worden. En als mensen al straks de derde week ik althans inga, zonder dat ik iets concreets verneem. Weet u, als de overheid mij zou zeggen, u kunt over 2 weken erop rekenen dat wij u laten halen. Zo en zo een dag is er een vlucht dat u terug kan. Dan kunnen wij ook plannen. Ik althans zou kunnen plannen. Maar ik hoor maar steeds, u moet wachten. Zaken moeten in gereedheid worden gebracht. We willen de groep goed opvangen. Maar gunst. Ik weet het niet meer. Oké. Ik begrijp dat het een beetje frustrerend is als je geen datum hebt. Je hebt geen houvast. Die zeggen maar, u moet wachten, je moet wachten. Geen houvast. Er wordt geen datum genoemd, bijvoorbeeld? Er wordt geen datum genoemd. Niks. Eerder hoorde je dat iedereen voor Pasen thuis zou zijn. De zin was, het streven is erop gericht om elke repatriant voor Pasen terug te halen. Nou, het streven is duidelijk niet gehaald. Maar geef ons een concrete datum, want zelfs op de persconferentie van gisteren, want ik volg de berichten van het COVID-team, blijkt ook nog niet concreet dat wij bijvoorbeeld over 2 weken weg zouden kunnen gaan. Want ik redeneer als de eerste groep
twee weken terug is gehaald. Die zouden na hun twee weken quarantaine dus naar huis moeten gaan, lijkt mij. En dan zou je de volgende groep kunnen opvangen. En dat betekent dat er toch gepland zou moeten worden dat zo'n vliegmaatschappij gecontact zou moeten zijn. En dat er duidelijk gezegd zou kunnen worden, mensen, jullie kunnen zo een datum verwachten. Hou je koffers gereed, die dag zullen jullie vertrekken naar Suriname. Maar deze uitzichtloze situatie, nee, ik word er echt moedeloos van. En weet u, je voelt je zo machteloos, omdat je in dit geval compleet afhankelijk bent van anderen. En met anderen bedoel ik de situatie in Suriname. Zolang men je niet laat halen, kun je niet terug. En het is allemaal zo frustrerend. Het is geen plezierige tijd. Anderen zeggen, ja, het is een verlenging van de vakantie. Het is absoluut geen verlenging van de vakantie. Voor mij althans niet. Het is een heel vervelende situatie voor mij. Ik hoop dat de overheid er echt wel begrip voor heeft. Suriname heeft men soms de neiging om te zeggen, ja, we kijken naar de kleine man. Als ik zo naar de president luister, ja, zijn boodschap is doorspekt. Van de kleine man, de kleine man, de kleine man. Maar men staat er niet bij stil dat ondernemingen, bedrijven allemaal naar de knoppen gaan nu. En dat gebeurt straks ook met mijn praktijk, waar ik 20 jaren voor heb gewerkt. Ja, het is allemaal vervelend. Uit hoeveel mensen bestaat deze groep? Hoe groot is die groep die hier in Nederland gestrand is? Ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik begrijp uit de media dat het om een groep van 700 personen zou moeten gaan. Maar ik kan u geen duidelijke data geven, want ik heb de registratie niet bijgehouden. Ja, ja. En als u met consulaat praat en die zeggen van dingen moeten in place gebracht worden voordat u terug naar Suriname mag. Nee, consulaat zegt dat niet. Wie zegt dat dan? Het consulaat heeft ook geen informatie. Het COVID team, ja? Dus het managementteam in Suriname, die de persconferenties houdt. Oh ja? Vanuit die persconferenties begrijp ik dat het managementteam steeds zegt, we moeten zaken in place hebben, jullie moeten geduld betrachten, we willen alles goed hebben voor jullie opvang. Dat is wat we horen, maar het consulaat zelf, die heeft geen duidelijke informatie wanneer we nou werkelijk gaan of niet. Dus u, als het ware hebt u geen informatie van consulaat hier? Nou, in zoverre informatie dat ik vandaag weer een mail heb gehad. Betrekking hebbende op de kwestie, heeft men hulp nodig, dan kun je registreren. Mm-hmm. We zullen u berichten wanneer het een en ander aan de orde komt. Maar ja, God, voor de rest weten we dat ook niet. Ik ga ervan uit, als er 700 personen in Nederland gestrand zijn, hoeveel gaan er in een vliegtuig? Ga je de afstand in het vliegtuig ook in acht nemen? Of ga je de mensen gewoon naast elkaar? Hoeveel vluchten zullen er nodig zijn? Zijn er al lijsten gemaakt wie op welke vlucht komt? Dus al die zaken missen we. Mm-hmm. En dat maakt dat de onzekerheid bij de repatrianten groot is. Hoe zal de indeling zijn? Deze 700 mensen, als we uitgaan van 700 mensen, in hoeveel vluchten zullen die mensen gerepatrieerd worden? Gaat het om de 2 weken zijn, zodat de derde groep over een maand of anderhalve maand aan de beurt is? Niets. Dat bedoel ik dus met geen zicht op wat er allemaal zal gebeuren of niet. Of gaat men de hele groep van 700 de één keer halen? We krijgen geen duidelijkheid. En dat missen we dus. Ja, maar dan zeggen ze dat ze dingen eerst in place moeten brengen voordat jullie terug kunnen keren voor de repatriëring. Wat moet er allemaal in place gebracht worden? Ik bedoel, als je in Suriname bent, is het toch quarantaine, eerste week, 2 weken en voor de rest hoeft er toch niet zoveel dingen in place gebracht te worden? Of ja, is het niet zo? Ik probeer te begrijpen wat men bedoelt met in place brengen. Ik uitgaande van het feit dat het managementteam zegt dat je 2 weken in overheidsquarantaine zou moeten zijn. Bedoelt men te zeggen, lijkt mij, dat in place hebben betekent dat je de mensen een plek moet kunnen bieden. Je moet de mensen een bed kunnen bieden. Je moet de mensen voeding kunnen bieden. Je moet de mensen drinken kunnen bieden. Beddengoed moet gewassen worden. Hygiëne. Maar artikelen moeten in place zijn. Het lijkt mij dat allemaal bij komt kijken. Ik heb,
ik heb er een beetje erover ook beredeneerd. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar je denkt soms aan opties. Uitgaande van het feit dat als je de mensen 14 dagen in overheidsquarantaine houdt, betekent het dat je een bed voor 14 dagen moet hebben. Je moet dus een ruimte huren als overheid voor 14 dagen voor de mensen. 14 dagen driemaalsdaags voeding, 14 dagen lang driemaalsdaags drinken, hygiëneartikelen, EBS, nutsvoorzieningen voor de plek die je gehuurd hebt, zul je moeten betalen. Als je dat afweegt en je gaat 14 dagen lang deze kosten maken. De symptomen, als ik dat zo volg van de WHO, blijkt dat de symptomen zich binnen 3 dagen reeds openbaren. Als je de mensen op zijn minst 3 dagen houdt in quarantaine en je stuurt ze dan in thuisquarantaine, dan heb je een betere oplossing. Men zegt, omdat de eerste groep het verknald heeft, de mensen waren in thuisquarantaine, zijn onverantwoordelijk geweest, zijn de samenleving ingegaan, hebben risico's genomen. Ja, ik kan begrijpen, je hebt van de onverantwoordelijke personen. Maar wat er nu gebeurt, is dat de verantwoordelijke personen nu de dupe worden van een maatregel of een stap die anderen ooit hebben gedaan. En die logica kan ik niet snappen. Want als je kijkt naar de beelden in de samenleving, de mensen gaan bij drommen in de supermarkten. En dan snap ik geen enkele logische maatregel meer. Ik weet het echt niet meer, meneer Pinas. Ik hoor het aan u. Ik ben helemaal moedeloos van dit. Radeloos, moedeloos. Je weet het niet meer. Ik zit niet in het managementteam. Misschien is het makkelijk praten voor me. Maar ik ben degene die dus nu in die benarde positie is gekomen. En ik reken op mijn overheid. Mm-hmm. Dat mijn overheid een oplossing voor mij brengt. Een concrete oplossing. Hoe loopt het contact met consulaat, Surinaamse consulaat hier? Want er is geen ambassade. Hè? We moeten het doen met voor mij loopt het consulaat via de app. Ik mag via de app communiceren. Ik maak er geen misbruik van. Slechts het allernodigste communiceer ik en vraag ik. Dus de communicatie van mij en het consulaat, dat verloopt heel goed. Oké. En stel dat in die groep van 700, er zullen vast wel mensen zijn die over een budget heen zijn. Weet je, die geen middelen meer hebben om rond te komen. Wordt er voor die groep ook gezorgd? Hoe staat het met die groep? U hebt het toevallig goed, hè? Ik bedoel, u zit bij uw zoon en u bent advocaat in zijn ouders, dus u hebt wat te besteden. Ja. Maar er zullen dus ook mensen zijn. Ja. Mm-hmm. Het zullen ongetwijfeld personen zijn die het financieel niet meer redden. En zoals ik eerder aangaf, vanuit het consulaat is er een e-mail verstuurd naar mij. En ik denk naar andere personen ook naar andere repatrianten. Waarin staat dat zij zich mogen opgeven als zij kosten maken. Maar zij wel voorwaarden en die zijn allemaal in dat formulier genoemd. Dus zij die daarvoor in aanmerking komen, die kunnen daarvan gebruik maken. Die kunnen het consulaat dus mailen. Ik ga ervan uit dat haast alle repatrianten zo'n formulier of zo'n e-mail gehad moeten hebben van het consulaat. Ja, het is duidelijk. Bent u tevreden met het consulaat? Hoe ze u handelen hier, hoe ze behandelen, hoe ze met Surinamers hier omgaan? Hoe kijkt u naar? Ik kan niet voor een ander praten. Mijn ervaringen met de consul-generaal die zijn heel prettig. Zoals ik zei in het begin was het contact heel stroef. Maar op een gegeven moment is dat goed hersteld. Dat was vanaf het moment dat ik dus contact heb gehad en mijn medicatie heb gehad. Mm-hmm. En het contact tussen mij en het consulaat loopt heel goed. Ik kan niet voor een ander spreken. Oké, maar er moet toch eens een keer een zicht komen op datum. Dat is toch het enige wat u wil en wat andere mensen willen. Van, wordt er niet daarover gesproken van, jongens, tweede week of derde week van april, rond die tijd moet je koffers ingepakt hebben. Wordt daar naar niets over gezegd? Daar horen wij niets over. Het kan zijn ik heb eergisteren nog de vraag aan het consulaat gesteld.
En ik heb als antwoord teruggehad dat zij komende week horen wat er beslist zal worden. Dus in feite heeft het consulaat ook geen duidelijk antwoord. De kans is heel groot dat jullie gewoon aan jullie lot worden overgelaten. Bent u daarvoor bang? Of is dat ik ben er een beetje bang voor. Eerlijk, ik ben er een beetje bang voor. Ik ben er een beetje bang voor mijn angst te zijn dat men straks beslist dat men ook geen inkomend verkeer van repatrianten meer zal toelaten. Mijn angst is denk ik niet reëel. Ik heb er echt een zwaar hoofd in dat men zegt van we zullen de mensen terughalen. Ik heb de indruk dat men of het op de lange baan houdt, of dat men op een gegeven moment zal zeggen wij sluiten totaal af en dat de repatrianten niet meer terug kunnen komen. Het is gebeurd in Guyana. Guyana heeft beslist dat de repatrianten van hun dus niet meer terug kunnen voorlopig. Ik hoop niet dat Suriname die maatregel neemt. Hoezeer een zomer in Nederland ook leuk kan zijn, ik heb er geen zin in om tot de zomer nog hier te zitten. Mm-hmm. Laten we hopen dat er een snelle oplossing komt hierin voor u, mevrouw Irene Lalji, advocaat, en de rest van de groep die hier is gestrand. Ja, ik hoop het ook. Heel veel sterkte in deze dagen. Het is overigens mooi weer buiten Nederland, 20 graden. Ook in Utrecht. Maar we moeten zoveel mogelijk in huis blijven. Hè? Je mag een rondje lopen in het park. Je kan een enkele keer even in het park afstand houden, frisse neus halen. Ja. Maar ja, je blijft toch veel meer binnen. Ja. Ik hoop dat alles snel in orde komt. Dank u ik voor hoop uw tijd. Het ook. Dank u wel. Dank u. Dat was hier advocaat in Suriname, Irene Lalji. Zij is met nog een groep van 700 mensen hier in Nederland gestrand. En zij wachten nog altijd op actie van de Surinaamse overheid voor repatriëren terug naar Paramaribo. Maar tot heden, as we speak, 8 april, hebben ze nog geen duidelijkheid daarover. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Stand Vaste Radio.